De registratie voor de koopkrachtversterking van 1800 SRD schijnt nog steeds een probleem te zijn. NDP-parlementariër Ann Sadi en haar collega van NPS Gregory Rusland vroegen de regering gisteren tijdens de openbare vergadering duidelijkheid te brengen over de registratieprocedures. Sadi wees erop dat het invullen van de formulieren, fysiek en online, een groot probleem vormt voor de doelgroep. Zelf heeft Sadi geprobeerd het formulier in te vullen, maar kreeg er ook problemen mee. Laat staan de oudjes, maar waar het om gaat, oudjes die al vanaf februari hebben geregistreerd, wachten op antwoord. Nou weet ik ook dat het nog een proces is, maar u begrijpt het gevoel van de oudjes dat ze bang zijn buiten de boot te vallen. Bovendien, als je kijkt naar die formulieren, voorzitter, eerlijk, ik heb het gevoel alsof de regering zegt, zie maar, wie niet in aanmerking komt, dan blijf maar. Denk maar aan de gebieden van Rechteroever. Ik praat nog maar even over Kamerwijnen, want dat zal ook over het hele land zijn. Voorzitter, ik vraag via u aan de regering, hoe moeilijk is het om separaat met de andere instanties, dan noem ik pensioenfonds. Daar is een registratie, waarom moeten oudjes één voor één verklaring gaan halen. Sociale zaken kan op een knop drukken, ook via AOV-fonds, noem maar op. Probeer het makkelijker te maken voor de burgers. Rusland erkent dat de registratie moeilijk is voor burgers. Mensen hebben na de registratie geen zicht op hoe het proces verder verloopt. Omdat ik toevallig vanmorgen 2 appjes heb gehad van mensen die aangeven in grote nood te zitten. En die hebben wel geregistreerd, maar zij geven aan dus dat ze tot nu toe uitkijken naar natuurlijk de betaling, het ontvangen van die 1800 SRD die beloofd is. DNA-voorzitter Marinus B. deed ook een beroep op de regering om zo snel als mogelijk de mensen in aanmerking te doen komen voor die sociale ondersteuning van 1800 SRD. We weten in welke tijd we leven. Dus laten we met ons allen ervoor zorgen dat er een snelle afhandeling komt voor de mensen die het geld broodnodig hebben, benadrukte B.